Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 49. Het nieuwe seizoen breekt aan, een nieuw seizoen. Nieuwe teamgenoot, want we gaan Richard Verschoor vervangen. Nieuwe sponsoren, nieuwe rijders misschien erin. Lewis Hamilton is officieel met pensioen. De zevenvoudig wereldkampioen kan niet het record van Michael Schumacher afpakken. Dat blijft op 7 staan. Omdat Sainz en Leclerc allebei die 3 titels hebben gewonnen in de afgelopen 3 seizoenen. Gaan dus nieuwe sponsoren tekenen. Wat er moet zorgen dat wij weer extra inkomen kunnen krijgen dit seizoen. Maar heb je die vorige video in Brazilië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan recht of in het i'tje. Klik daarop en zet die video bescheiden. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode. En met een nieuw seizoen betekent ook weer gloednieuwe video's. Dat had u echt niet verwacht. Alvast een spoiler alert. We gaan gewoon weer 16 races doen. Ik vind 22 te lang. Ik vind 10 te kort. En dan houden we er maar 16 over. Goed verhaal. We moeten even kijken of wij zometeen wel alles hebben kunnen volbrengen van de regulatieverandering. Ik had nog een aantal onderdelen die ik eigenlijk nog wou gaan besparen. Alleen ik heb niet genoeg resourcepunten daarvoor. Dus verwacht maar dat wij een grote stap terug hebben gezet als wij zo meteen in seizoen 4 zitten. En heb je me trouwens niet gevolgd op de sociale media? Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Gewoon even doen. Volg me daarop op Facebook, Instagram en Twitter. Dankjewel. De seizoensbreak. En we gaan ook afscheid nemen van Richard Verschoor. Ik ben benieuwd of hij een zitje krijgt dit seizoen. Technisch gezien volgend seizoen. We zitten nu nog in seizoen 3. We gaan naar seizoen 4. 2 overwinningen behaald dit seizoen. 3 podiums. En dan nog even de kalender opvullen. Is het door naar wie wordt mijn teamgenoot. De resultaten van vorig seizoen. Welke motor gaan we rijden. Wat wordt de kleurstelling van de auto. Wat worden de sponsoren. Wat wordt de kalender. Allemaal belangrijke vragen die zometeen beantwoord gaan worden. En jazeker, hier dan het eerste moment. Richard Verschoor, ik heb al gezegd, die wordt vervangen. De vraag is alleen door wie, terwijl we nog even een aantal componenten hebben vastgelegd voor seizoen 4. Ik heb al iemand in mijn gedachten die ik terug ga halen. Het is de vader van, en er is maar één vader hier in het spel, Michael Schumacher. Die gaan wij terughalen naar de sport. Voor het eerst starten er 2 familieleden. Die staan op de grid. En Schumacher heeft het bereik geaccepteerd. We bieden gewoon $12,25 miljoen. En dat heeft hij getekend. Michael Schumacher keert terug in de sport. De GOAT is terug waar hij thuis hoort. Een zevenvoudig wereldkampioen vervangt een zevenvoudig wereldkampioen omdat Hamilton met pensioen is. En wat kan Michael Schumacher? Dat is de vraag die wij zometeen ons gaan afvragen in de eerste race in Bahrein. Kijken of we nog iets kunnen gaan upgraden. Gaan vastleggen voor seizoen 4. Dan is het einde van het seizoen. En het teamacclaim is gewoon goed. Schumacher is zelfs level 18. Staat gelijk dus met mij. En kijken wat hij kan dit seizoen. En of we hem gaan behouden dit seizoen. 26,9 miljoen erbij dankzij het prijsgeld en de sponsor. In totaal $34,84 miljoen op de bank. Kunnen gaan spenderen aan faciliteiten. 2 overwinningen, 131 punten en 7e in het coureurskampioenschap. Goed gedaan. Dan hier dus de kalender. We gaan een aantal circuits eruit halen. Onder andere Saudi-Arabië, Miami, Monaco. Dat zijn gewoon niet mijn circuits.
Daar kan ik ook helemaal niet op presteren. Hongarije halen we er ook uit. Singapore weet ik net zo niet. Er zijn ook nieuwe circuits, bijvoorbeeld Portugal, waar we nog nooit op hebben gereden. China is terug op de kalender. Dat heeft Codemasters weer erin gezet. Sowieso Bahrein, China. Gewoon allemaal even kijken wat we gaan doen. ...14 van de 16 geselecteerd, dus er moeten er nog een paar bij. Ik zit gewoon even te spelen met welke circuits ik leuk vind om op te rijden. Want als er circuits zijn waar ik niet op wil rijden, dan doen we die gewoon niet. Dat is niet de bedoeling. Tot nu toe hebben wij Bahrein, China, Spanje, Canada, Azerbeidzjan, Oostenrijk. Oh, ik heb even iets verkeerds gedaan. Allemaal even opnieuw doen. We hebben keuze zat. 24 races volgens mij op de kalender. Omdat er een aantal zijn bijgekomen. Zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. Bahrein, erop. Jazeker. Australië, China, Imola, Spanje, Canada, Oostenrijk, Frankrijk, ja of nee? Doen we niet. België, jazeker, Nederland erop, Italië, Singapore misschien, Japan misschien, Verenigde Staten sowieso, Mexico misschien, Portugal sowieso, Brazilië of Abu Dhabi. Ik zit ook heel erg te twijfelen of we Engeland erop doen. Dan moeten we er nog eentje. En dat is Abu Dhabi of Brazilië. Ja, Brazilië is wel een leuk circuit. Abu Dhabi, ja, die moet ook weer terug. Want daar hebben we al, volgens mij, 2 seizoenen niet meer op gereden. Dus het is Bahrein, Australië, China, Imola, Spanje, Canada, Engeland, Oostenrijk, België, Nederland, Italië en et cetera, et cetera. Nou goed, dat is dus de kalender. Als je het hebt gemist, even de video pauzeren zou ik zeggen. Maar goed, dan nu tijd voor de helm. En de helm is voor mij eigenlijk al de basis waarop wij de auto gaan baseren. Verenigde Staten doen wij niet. We gaan gewoon terug naar de klassieke kleuren die wij ook in seizoen, wat was het, 3 van F1 2020 My Team Career Mode hadden. En seizoen 4 van F1 2021. Oftewel, ik ga terug naar de kleuren groen, wit, geel, zwart. De klassieke kleuren, de jaren 80 kleuren voor mijn gevoel. De helm, dat is hem al. Dit is de auto. Dit is de kleurstelling van de auto. Echt zo'n typische lotus-achtige kleur uit de jaren 80. Ik vind hem heel erg bruut. Ik vind hem heel erg vet, heel erg nice. Sponsoren, ja, dit doen wij, dat komt nog allemaal wel. En we gaan de quote pakken, it's lights out and away we go, van David Croft. Ik zag altijd lampen aan en ze zijn uit en we zijn onderweg. Maar goed, dat kan je hier helaas niet doen. Dat is dus de auto. Teamkleuren worden ook aangepast. Schumacher staat heel mooi in het pak. Logo wordt gewoon weer een S, maar dan in de kleuren van het team. Dan even daar mooi de kleuren aanpassen naar die gepast zijn, vind ik. Groen sowieso. Ik denk dat geel ook terugkomt. En misschien dat we de achtergrond zwart. Of wat is het? Of juist dat we die wit doen. Allemaal even kijken wat we zo meteen gaan doen. Bijvoorbeeld dit kan. Dan moet de achtergrond ook even worden aangepast. Misschien pakken we ook een andere achtergrond. Allemaal even kijken wat de bedoeling is. Bijvoorbeeld dat logo, dat kan.
en dan deze geel maken. Prima. Ik denk dat dit het is. Nu nog alleen even de teamkleuren aanpassen. Jazeker. En dan kunnen we denk ik gewoon door. Nou, gedaan. Trouwens, even achter de schermen wat er is gebeurd. De Ferrari motor dumpen wij. We gaan overstappen naar Mercedes motoren. Dus ja, dat beloont nog wel wat. Maar goed, we zijn dus aanbeland in seizoen 4. Schumacher terug in de Formule 1. Vader en zoon racen weer tegen elkaar. Kalender even opvullen en dan vind ik het gewoon tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 49. Kijken wat het gaat worden voor het nieuwe seizoen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En ik was een beetje dom. Waarom? Ik heb geen sponsoren toegevoegd aan de auto. Dus de auto ziet er nu nog kaal uit. In aflevering nummer 50 wordt dat dus veranderd. Maar goed, Q1. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Hetzelfde geldt voor Michael Schumacher. Wat kan hij laten zien in seizoen 4? Dan zijn we aanbeland bij het einde van mijn eerste run. Paars in sector 2. Jazeker, staan op een 19e positie. Waarom? We hebben er dus nog geen tijd neergezet. En dat gaan we nu gewoon eventjes mooi doen. Carlos Sainz naar de snelste tijd in het eerste kwalificatiedeel. En wij pakken die tijd af met een 1.29.3.1.2. De snelste tijd tot nu toe. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland volgens mij bij Q2 of Q1, ik weet het al niet meer. Q1, sorry, excuseer. En ongeveer 1 minuut en 38 seconden op de klok. Want anders hadden we helemaal geen tijd neergezet en die hebben we dus nu toe gedaan. Kijken of er een verbetering kan komen voor ons. Klein beetje correctie op de exit, daar bocht nummer 2 nemen we ook niet zo fijn, niet zo mooi. Hier helaas iets te wijd op het vuil en de auto helaas verloren. De auto kwijt, ronde kwijt, banden kwijt. Nu is het even wachten tot wanneer wij weer op de baan kunnen komen. We moeten echt even snel wegwezen omdat daar een Alfa aankomt. Schwarzman was dat. En we moeten dus nu iedereen voorbij laten. Staan we op dit moment op een 5e positie. Op dit moment goed genoeg om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. En dat zijn we. We zijn door naar Q2. Met nog ongeveer 1 minuut en 20 seconden op de klok gaan wij onze eerste en laatste noteren. Michael Schumacher is trouwens ook door. Goed gedaan. Staat helaas wel op de 15e positie. Zijn zoon Mick is wel door naar Q3 voorlopig. Wat kan vader Schumacher? Wij schieten daar iets te veel door. Iets te ver door. Apexje wat gemist. Kwalificatie is compleet. De vlag hangt uit in Q2. Schumacher gaat zich niet plaatsen voor Q3. En wij doen dat wel met een 6e positie. Goed gedaan. P6. We staan er in ieder geval tot nu toe bij. En dan zijn we aanbeland bij het derde kwalificatie en laatste kwalificatiedeel. Zoon Mick is wel door. En papa Schumacher is dus niet door. Wij moeten iedereen hier even voorbij laten. Want ik wil graag als ene laatste, als laatste over de lijn komen. En nu gaan wij onze eerste en laatste run in voor Q3. Kijken of wij ons misschien kunnen kwalificeren. Kijken of we misschien op een P6 kunnen eindigen, P7, wie weet. We kunnen allemaal even kijken wat het gaat worden. De topsnelheid van de Mercedes motor zit wel goed. 320 tikken we aan. Eerste bocht nemen wij heel erg goed, jazeker. Tweede bocht nemen we ook heel erg goed. Vlag hangt over 4 seconden uit. In Bahrein. Maak daar maar nu gelijk van. De vlag hangt uit. Wij... van P10 naar een P8. Netjes, goed gedaan. Mogen zeer tevreden zijn over dit resultaat.
Maar Max Verstappen pakt de pole voor Pierre Gasly, die P2 eindigt. Charles Leclerc en Sainz voor Ferrari stellen teleur. Maar wij, goed gedaan, P8. Ik denk dat Red Bull de macht gaat overnemen. Ferrari is gezakt. En wij dus een 8e positie met 1 run. Dus we sparen een setje softbanden uit in de race. Goed gedaan, is het op voor de race voor aflevering nummer 49. Daar gaan we. No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit, with 15 corners and 2 good passing opportunities into turns 1 and 4. Keep an eye out for drivers locking the front left into the tricky braking zone of turn 10. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and it's Pierre Gasly in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Sergio Perez, and Russell, Tsunoda, the Professor, Magnussen, and Mick Schumacher, Fernando Alonso, Joe, Lando Norris, and Ocon. Tictum, Michael Schumacher, Teo Pourchaire, and Oscar Piastri. Schwartzman, Latifi, Albon, Lance Stroll brings the grid to a close. Which of these talented drivers will come out on top today? A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Stel me niet teleur, zegt Mark Priestley. Neem maar extra brandstof mee en een eenstopper medium hard. Hopen op een safety car. Zou de wedstrijd misschien een beetje op zijn kop kunnen gaan keren. We vertrekken dus vanaf P8. Hopen dat dit seizoen nog beter wordt dan vorig seizoen. De Schol pakte hier vorig jaar zijn allereerste en laatste podium voor ons. Fantastische race had hij gereden. Wij werden vierde. En hadden daarna nog 3 podiums behaald. En 2 overwinningen. Dus hopelijk kunnen wij dat dit seizoen even gaan overtreffen. Met misschien wel meer overwinningen, meer podiumplekken en misschien een plekje hoger in het wereldkampioenschap. Vorig seizoen eindigden wij als 7e. Hopelijk dat wij dit seizoen de top 5 kunnen binnenstromen en dan misschien echt voor de titel gaan kunnen meestrijden. Want het duurt een beetje te lang. 4 seizoenen, nog geen titel. Het duurt me allemaal te lang. Dus wie weet. Maar eerst de openingsronde in Bahrein. Komen uitstekend in de gridslot, jazeker. En dan is het gewoon wachten totdat alle rijders bij de gridslot zijn nabeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 49 van F1 22 My Team Career Mode. De start van seizoen 4 gaat beginnen. Als iedereen op zijn plek zit, de lampen gaan aan voor de grote prijs van Bahrein. En ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen prima weg. Russell is slecht weg. Tsunoda is slecht weg en wij pakken al gelijk die twee rijden. Sainz en Perez zitten met elkaar te knokken. Maken een divebomb misschien naar de Spanjaard. Lukt net niet hier. 3 dik tussen Russell, mijzelf en Tsunoda. Het gaat allemaal goed en wij pakken P6 af. Wel een touché. Wel een touché. We werden aangetikt door George Russell. Een flink moment overstuur. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij tegen Russell aan zijn geknald. Vloerschade is bekend bij ons. Jammer, jammer, jammer. Maar er is niks meer aan te doen. Russell moet naar binnen voor een nieuwe neus. Maar wij houden de 6e positie vast. We zitten in ronde nummer 2. Begin ronde nummer 3 van de race. Als DRS beschikbaar wordt gesteld. Jazeker, en George Russell is naar binnen gedoken voor een nieuwe neus. Wij merken gelijk last van downforce verlies. Onderstuur en overstuur momenten omdat die vloer beschadigd is geraakt. Hebben Magnussen gerepareerd. 3/10 sneller volgens mij, zegt Mark Priestley.
We zitten in ronde nummer 4 van de race. Als we daar een klein beetje wijd gaan, komt allemaal door de vloer die kapot beschadigd is geraakt. En we zitten in ronde nummer 4 van de race. Hier ook weer te wijd en het gat naar Sainz wordt groter en groter. 3.3 is het. Rijden op de 6e positie. Russell nog steeds achteraan in het veld. Daar zit Magnussen, maar kan er niet langs. Ook Lewis Hamilton is naar binnen gedoken voor een incident. Rijdt ook helemaal achteraan. De beide Mercedes'en komen slecht weg in de openingsronde van het nieuwe seizoen. In de openingsrace van het nieuwe seizoen moet ik eerlijk zeggen. En dat hebben we ook dus gezegd. Maar nu de focus op onze eigen race. Sainz kunnen wij gewoon niet meer passeren. Dat lukt niet. Terwijl daar Magnussen opnieuw een aanval doet. Eindronde nummer 4 lukt ook niet. Maar dan heeft hij hier DRS. En die Williams is snel. Dan komt hij aan de binnenkant. Pareren lukt niet. P7 is het. Ocon kijkt ook. Lukt niet. We vallen Magnussen terug aan. Hij ziet ons gelukkig verschijnen. Stuurt gewoon niet in. Anders waren we beide de Sjaak. En terug naar de 6e positie. We hebben ook DRS. En Ocon is Magnussen voorbij gestoken. Ronde nummer 5 is het. Als wij een andere lijn gaan proberen te rijden. Gaan op het rechtstuk heen en weer bewegen. Om de slipstream te breken. Lukt niet. Ocon is ons gepasseerd. Maar rijden een kortere lijn naar de eerste bocht toe. En dat is nog steeds de 6e positie in ronde nummer 6. Daardoor is het gat naar Sainz gegroeid tot 6,4 seconden. Max Verstappen leidt de race volgens mij. Leclerc op P2. Checo Perez op P3. Gasly op 4. Sainz 5. Wij dus P6. Tsunoda en Ocon knokken samen om P7. En dan zitten we in ronde nummer 8. Yuki Tsunoda. Die komt daar met een aanval. Lukt ook. Ocon zit daar denk ik net te ver weg. En kijken terug naar de buitenkant hier. Wij er een lijn nemen. Lukt niet. Ocon kan misschien profiteren? Nee, want die binnenste lijn is voor ons. En Tsunoda is ons gepasseerd. We zijn dus naar P7 doorverwezen. Hopelijk kunnen wij hem zometeen misschien terug aanvallen. De wedstrijd is nog vroeg. Nog 21 rondes te gaan. Alles ziet er goed uit van de banden. Dus we kunnen gewoon de banden volledig gaan gebruiken. Daar dan misschien Tsunoda. Nee, net niet. Jammer. Ik dacht even dat we hem met toch tussen konden prikken. Maar helaas, helaas, helaas. En dan volgt nu dat rechte stuk. En die Alfa Tauri is snel. We zitten in ronde nummer 9 van de race. Nog steeds op P7. Tsunoda op P6. En wij vallen daar de Japaner aan de binnenkant. Lukt. Dat lukt. Goed gedaan. En dat is nog steeds P6. Maar Tsunoda heeft nu zometeen dat rechte stuk. Wij gaan verdedigen. Heel scherp. Heel brutaal. Tsunoda aan de buitenkant. Lukt niet. En verprutst daarmee zijn exit. Denk ik. En gooi hier de overteken op aan. En Esteban Ocon duikt naar binnen in ronde nummer 10. Tsunoda zit te kijken. Is er voorbij gegaan. We kunnen hier weer een kortere lijn nemen naar de eerste bocht. Duwt Tsunoda daarbij. En het is nog steeds P6. Einde ronde nummer 10. Als Tsunoda het daar opnieuw probeert aan de binnenkant. Gooit daarmee volgens mij zijn exit. Denk ik. Nee. Gooit daar niet zijn exit. Want hij heeft DRS. En wij niet. De pitwindow is open. Gaan naar de harde band. En Tsunoda zit aan de binnenkant. Is er voorbij. Hetzelfde geldt voor Kevin Magnussen. Drie dik hier. In de eerste bocht. Dat gaat gewoon goed. Dat lukt. En wij houden nog steeds stand voor die 6e positie. Gaan flink verdedigen. Tsunoda kan er niet langs. Goed gedaan. Einde ronde nummer 11. Tsunoda aan de binnenkant. Jazeker, daar zit hij. Maar we gooien daar gewoon die laatste knik. En wij hebben een beetje lucht gekregen. Ook George Russell is naar binnen gedoken volgens mij. Rijdt op. Wat is het? Buiten de top 10. En we zitten in ronde nummer 12 van de race. Nog steeds op die mediumband. Die houdt het langer vol dan gewend. En toch gaan wij naar binnen. In ronde nummer 12 duiken wij naar binnen. We gaan de harde band pakken. We gaan lang door. En de rest rijdt allemaal een ronde langer door. Om zometeen
de overcut te slagen op ons. Gele vlag, gele vlag. Want er valt iemand stil of er is iets gebeurd. Goede pitstop, 2,5 seconden. Volgens mij valt daar iemand stil of er is iets gebeurd. Nee, er is niks gebeurd, want iedereen rijdt weer. En Ocon heeft onze undercut. Jammer, jammer, jammer. Nu is het toch weer geel. In sector 1, terwijl we de auto daar bijna kwijt zijn. En daar zit Fernando Alonso in één keer te kijken bij ons. Voor P15. Geen punten, maar dit worden zometeen punten. Omdat iedereen zometeen naar binnen gaat duiken. Alonso aan de buitenkant. Lukt niet. Is ook geen inhaalmogelijkheid. Zit daar wel misschien nog. Nee. Gelukkig net niet. Onder nummer 14. Als iedereen naar binnen is gedoken. En we komen terug. Hoop ik. Nog voor Magnussen. Eerste bocht. Die is voor ons. En de undercut heeft geslaagd. En dat is de 12e positie. Nog twee plekjes en dan zitten we in de top 10. Dus we moeten het gewoon zo volhouden. En we zitten nog niet op de helft. Nog een ronde wachten. Ronde nummer 16 is het als we daar Yuki Tsunoda hebben. En die blokkeert. Tsunoda blokkeert. En wij zijn naar P7. Goed gedaan. Nu op naar Esteban Ocon. Dat gat is 3,1. Tsunoda wou nog terugkijken, maar dat mislukte. Heeft hier wel DRS. En wij gaan die binnenkant verdedigen. Tsunoda moet de buitenkant kiezen. Lukt niet. En zometeen volgt dat rechte stuk met DRS. Moeten nu al overtake gaan sparen. De beide Mercedes rijden niet in de punten. Ik weet niet wat er aan de hand is geweest. Ik weet wel dat een Mercedes ons heeft geraakt in de eerste ronde. Daardoor hebben wij de vloer dus wat beschadigd. Dat is nog steeds, want het team kan daar niks aan en mag daar niks aan veranderen. Want die onderdelen hebben ze niet. En dan gaan we zometeen ronde nummer 19. Nee, sorry, ronde nummer 17 alweer in. Excuseer, ronde nummer 17. Nog 12 rondes te gaan. En daar zit Yuki Tsunoda te kijken. Maar wordt daar flink geblokkeerd door ons. Kan er niet langs. Dan de buitenkant kiezen, denkt de Japanner. Lukt ook niet. Laten hem staan. Ocon, het gat is 3,5 seconden. Ik denk dat we dat niet meer kunnen gaan dichtrijden in de grote prijs. Of er moet een mirakel gaan gebeuren. Tsunoda moet weer de buitenkant kiezen. Lukt ook niet. Is er wel voorbij, maar wij houden de binnenste lijn vast. Tsunoda dus wijd geduwd in ronde nummer 17. Max Verstappen leidt de race. Charles Leclerc op de tweede plek. Perez op P3. Gele vlag. Gele vlag, omdat daar iemand gaat uitvallen. Dat is Carlos Sainz. Carlos Sainz, de wereldkampioen van vorig seizoen. Finish de openingsrace niet. Nou reed hij ook niet op het podium, maar goed, het is toch sneu voor hem, denk ik. En wij dus, dan gaan wij naar P6. De zesde positie voor ons. Ik denk dat wij Ocon niet meer kunnen gaan inhalen. Dat gat is te groot. 3,7 seconden is het. En Sainz moet hem daar staken helaas in ronde nummer 17. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Max Verstappen deelt de eerste tik uit aan Ferrari. Hij wint de openingsrace van het nieuwe seizoen. Van seizoen 4. Wij gaan als zesde eindigen. Ocon heeft ons toch geundercut. Dat was fataal voor ons. Maar goed, dat geeft niks. Een zesde plek. Vorig seizoen werden we vierde. Nu is het een zesde plek. Goed gedaan. Is het op naar de volgende wedstrijd. Oké, pick up rubber. A fantastic team effort then to secure victory here in the desert. So, Anthony, what made the difference out there today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they've secured here.
Maar goed, hier hebben we dan dus de raceuitslag. Max Verstappen wint zijn eerste race van het nieuwe seizoen. Charles Leclerc naar P2, Perez op het podium met een snelste race van de punt. Gasly naar 4. Ocon geen drive op de day. P5 wij dus naar de 6e plek. Goed gedaan. Norris 7, Tsunoda 8, Magnussen 9 en Nicolas Latifi naar de punten. Schumacher op P14, zijn zoon op P11. Kon beter, maar goed. Het is wat het is. Hij moet nog een beetje op tempo zien te komen. Sainz uitgevallen in de race. En 5 in het coureurs, in het constructeurskampioenschap en 6 in het coureurskampioenschap. Dus staan er goed bij. Team Acclaim level 24 en team level 18 voor mezelf en Schumacher. Dus ja, doet het goed. En van alle drie de sponsoren binnengehaald $713,800 erbij. Helaas heb ik wat schade gereden, 20.000 misgelopen, 80.000 dus erbij. In totaal op de bank $14,9 miljoen kunnen we spenderen aan faciliteiten om de auto nog beter te maken. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me of je het niet leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Creator content. Gewoon doen. Gewoon abonneren. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me ook even op de sociale media. @Jenant op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Jenant mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende!